De provinciale weg bij Juna is vanavond gedeeltelijk geblokkeerd geweest voor het verkeer door een ongeluk waarbij een autoambulance met daarop een VW-bus over de kop is geslagen. De autoambulance is vermoedelijk gaan scharen, waardoor het ongeluk ontstond. Het VW-busje, dat op de aanhanger stond, belandde op zijn dak op het wegdek van de andere rijstrook. De auto waar de aanhanger achter zat bleef rechtop staan, de inzittende raakte niet gewond. Het verkeer kon over de parallelweg omgeleid worden, waardoor geen opstoppingen ontstonden. Bergingsbedrijf Wolvers uit Wierde heeft de aanhanger met de VW-bus weer rechtop gezet. Hierbij liep benzine uit de bus. De brandweer uit Rijssen heeft bij de berging geassisteerd. De bus en de aanhanger zijn door Wolvers afgevoerd. De verkeersongevallenanalyse van de politie Twente heeft onderzoek naar de oorzaak van het ongeval gedaan. Ja, hoor.